Deze iconische Citroën Deuxchevaux, beter bekend als de Wegenwacht Eend, is de trots van Henk Fixen. Henk, een ervaren wegenwachter met meer dan 30 jaar ervaring, zorgt met toewijding voor het onderhoud van deze historische auto. Dit is wat ze noemen een Citroën Deuxchevaux en dan de type AK350. Dat is dus de bestelwagenvariant van de Deuxchevaux. En in dit geval is het de lage uitvoering. Je hebt ook nog de AK400, die is wat hoger, maar dit is dus de eerste uitvoering, de lage uitvoering. De Deuxchevaux is bij ons beter bekend als de Eend in Nederland of de Grijt in België. De naam Deuxchevaux betekent letterlijk vertaald 2 pk. Dit was het vermogen van de allereerste modellen. En dat was gunstig, want in Frankrijk werd de hoogte van je wegenbelasting bepaald door het motorvermogen. De latere modellen, waaronder die van de Wegenwacht, hadden wel wat meer vermogen, tot zo'n 29 pk. Dat is genoeg voor deze Eend om een maximum snelheid van 90 km per uur te halen. Deze ongeveer tot 1972 gebruikt. En toen kon die echt niet met verkeer meekomen. En toen hebben ze er eerst voor gekozen om de tweede versie, de AK400, met een hogere dak. Maar ja, die vangt nog meer wind, dus dat ging helemaal niet. En daarna zijn ze overgestapt op de Renault 4 eigenlijk. Na een tussenpoos over de AMI, maar dat beviel ook niet. Dus toen de Renault 4 de intrede kwam, nam hij afscheid. Het is een origineel wegwachtvoertuig, zoals die vroeger altijd al gebruikt is. Meestal houden ze van de auto's die ze gebruikt hebben met de Wegenwacht één auto in het magazijn. Die nog het beste erbij staat, zal ik maar zeggen. Gewoon voor een stukje geschiedenis. Dus van alle auto's die wij gebruikt hebben in de jaren is nog een exemplaar te vinden in Den Haag. Hij is zo uit de schuur weggehaald in principe, zoals hij vroeger gebruikt werd. En zo houden we hem liefst ook. Niet helemaal mooi natuurlijk, maar gewoon zoals hij dagelijks gebruikt wordt. Hij moet eruit zien alsof hij zo net van de weg gehaald is. Deze auto is ontworpen voor de boer in Frankrijk. Het uiterlijk was minder belangrijk. Bij het ontwerpen werd besloten dat het voertuig 2 boeren met 50 kilo aardappelen moest kunnen vervoeren of een vat met 50 liter wijn. En het verhaal gaat zelfs dat er plek moest zijn voor een schaap. Daarnaast moest de auto zo comfortabel zijn dat hij met een mand eieren op de achterbank over hobbelige plattelandswegen kon rijden zonder dat de eieren stuk gingen. Dus vandaar dat deze veering heel soepel is en met name in de bochten merk je dat. Hij gaat enorm overhellen. Dat mensen soms denken van, oh, daar gaat hij, hij valt om. Maar nee, hij blijft gewoon op zijn pootjes staan gelukkig. Ja, dat kan best inderdaad. Eigenlijk krijg je deze bijna niet op zijn dak. Er is bijna geen één die je vooruit rijden op zijn dak krijgt. Ja, sommigen krijgen alles voor elkaar. Hij helpt heel erg over, maar door het lage zwaartepunt krijg je hem bijna niet op van de benen af. Hij blijft altijd rechtop staan. Ja, lekker relaxed hè. Iedereen die gaat een beetje voor je aan de kant, want ze zien toch een aparte auto. Of als je inhalen, zien ze je inhalen. Dan stoppen ze eventjes, maken ze foto's en duimpjes omhoog en dan gaan ze weer voorbij. Maar het rijdt heerlijk relaxed. De veering is lekker soepel, we gaan over een heuvel en je verneemt hem eigenlijk bijna niet. En de stoelen zijn ook lekker zacht geveerd, dus het rijdt heerlijk. Je moet alleen geen haast hebben. Hij rijdt fantastisch. Hij maakt nog jaren zo'n 3000 kilometer met alle ritten en toestanden waar we aan meedoen. Dus hij wordt echt goed gebruikt. Er zijn vaak oldtimer ritten voor in het buitenland soms, Duitsland, Frankrijk, België. Maar ook wel in Nederland. En dat doen wij met deze auto de technische assistentie tijdens die rally. Mijn oude collega, die woont nu in Frankrijk, die tipte ons. Joh, er komt een rally voor Citroëns die niet meer geproduceerd worden. Willen jullie er meedoen als assistentie? Nou, dat vonden we leuk, maar we vonden het natuurlijk nog leuker om in stijl mee te doen. Dus we hebben de ANWB gevraagd of we een van die voertuigen konden gebruiken waar ze eigenlijk helemaal niks mee deden. Die stonden in de schuur.
En die hebben we helemaal compleet meegekregen. En we onderhouden hem hier zelf, we repareren hem ook als het nodig is. En we zorgen ervoor dat hij, ja, bijna origineel is. Op wat kleine aanpassingen na natuurlijk, want ja, we moeten wat meer dingen meenemen. Dus er zit bijvoorbeeld een ladekastje in, een houdertje voor de telefoon en dat soort zaken. Er zit nog origineel gereedschap in, dat proberen we zo weinig mogelijk te gebruiken. We hebben gewoon een gereedschapskist erbij gedaan en die gebruiken we eigenlijk. Omdat je anders, ja, stukken gereedschap kwijtraakt of wat kapot gaat en dat willen we natuurlijk niet. Dus we kunnen hem in de handomdraai weer helemaal origineel maken. We rijden gewoon achter de stoet aan zo'n beetje dan en ze hebben ons telefoonnummer. Dus als er iets misgaat, dan worden wij gebeld en dan spoeden wij ons met de auto die kant op natuurlijk. En dan, nou, meestal kunnen we die auto nog weer repareren ook nog, dus dat ze gewoon aan die rally deel kunnen nemen. We hebben bijvoorbeeld een keer onderweg bij een Mini hebben we de koppakking langs de weg vervangen. Zodat die man toch gewoon met die rally mee kon rijden in plaats van dat hij uitgevallen was. Hij wordt echt goed gebruikt zoals vroeger net zo. Ja, heerlijk. Als je echt oude mensen van vroeger ook, je hoort nog gelijk, ja, dat weet ik nog van vroeger. Heerlijk, wat rijdt dat ding lekker. En, nou, die hebben hele verhalen. Vaak in de studietijd hebben ze een auto gehad. Nou, die, waar je ook staat op zo'n beurs met die auto, je krijgt altijd mensen met leuke verhalen om je heen. En dat is ook het mooie van zo'n auto. We reden een keer bij assistentie van die Citroën in Frankrijk. En we hadden het even rustig, dus we reden. En toen zagen we Nederlanders staan met pech met de caravan. Die kwamen we tegemoet. Dus toen zeiden we tegen elkaar, nou zullen we even gaan kijken. Ja, oké, okay. Dus we zijn gedraaid en we stoppen achter die auto. Dus we lopen naar voren en die man stond onder de motorkap. En nou, wij zeggen, joh, heb je problemen? Goh, zegt die Nederlanders. En toen zegt hij ons uniform, hey, van de wegenwacht. Ja. En toen keek hij naar achteren met een eend. Dus die was helemaal in paniek. Maar goed, we keken, het was een kleinigheidje. En we vroegen, heb je de alarmcel al gebeld dan? Ja, die heb ik gebeld. Nou, bel ze maar af en dan gaan we hier oplossen. Geen probleem. Dus die man die ging bellen, toen kwam die naar ons toe van, kun je even overnemen, want ze geloven me niet. Ik ben een groot liefhebber van Deux Chevaux inderdaad. Ja. Oh, niet zozeer Citroën. Veel mensen denken dat wel, maar dat is niet zo. Maar met name de Deux Chevaux, de simpelheid van de constructie en ja, hoe je bij dingen bij kan komen, dat vinden we ideaal. Er zit bijna niks in, dus er kan weinig stuk gaan. Het is in principe eigenlijk olie verversen. Een keer de remmen naar kijken. Hij moet nog met de vetspuit doorgesmeerd worden, dus dat moet af en toe ook gebeuren. Ja, je moet hem schoonhouden en dat zit eigenlijk. Hij gaat ongeveer 90 zo'n beetje, harder wil hij niet en dan rijd je gewoon plank gas. Ik ben van de zomer nog met hem naar Zwitserland gereden. Gewoon lekker binnendoor en ja, het maakt een hoop herrie, dat wel. Maar goed, je rijdt overal plank gas en dat kan bijna niemand zeggen, maar ik wel. Nou, dat dus. Ik ben al 33 jaar wegenwacht. En deze eend die hebben we in ons beheer al vanaf 98. Dit is eigenlijk het beeld wat de mensen van vroeger van de wegenwacht hebben. Ze zien of die motorfietsen, maar nog meer zien ze deze eend. Overal waar ik kom, op beurs of zo, en er komen wat oudere mensen langs en zeggen ze, ah, kijk, die auto, dat weet ik nog van vroeger, die kwam, hè, die kwam me heel vaak tegen. En die mensen hebben een hele goede connectie met die auto. Als je met deze auto rijdt, iedereen die je inhaalt, die houdt in. Gaat foto's maken en zwaaien en duimpjes omhoog. Dus de band met de mensen is veel beter met deze auto. Dus vandaar dat het een icoon is voor de ANWB eigenlijk. Welk iconisch voertuig zou jij graag willen zien? Laat het weten in de reacties. En abonneer je meteen even op dit kanaal om niets te missen.